Hallo allemaal, in de vorige video had ik uitgelegd hoe ik Nara oplos. Ik ga weer laten zien, want voor velen waren het niet duidelijk. Daarom laat ik het weer zien. Oké, je hebt nodig een stukje katoen. Een beetje rijst. En die rijst zet je in die stukje katoen, beetje. Zoiets, ongeveer. Niet heel veel, anders wordt het te zwaar. En vervolgens knip je dit en ga je dit vastbinden. En dan zet je een beetje olie hierop, een beetje olie op je buik. Smeren bij je navel. Dit aanmaken. En als het een beetje vlam is, dan de glas erop. En zo zie je dit binnen gaan. Dit kan je tot 10 minuten zo houden of 15 minuten. En daarna kan je weghalen of wachten totdat het vanzelf weggaat. Dit moet je altijd op lege maag doen. Na 10 minuten gewoon eraf halen of wachten totdat het vanzelf eraf gaat. Hoe kom je achter dat je Nara hebt? Als je misselijk gaat voelen, als je iets zwaars hebt opgetild, als je ook gaat braken overgeven. Als je ergens gegleden bent en veel buikpijn hebt, last van buikpijn, moeite hebt met eten en zo, hoofdpijn, dan weet je dat je Nara hebt, meestal.